Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland en die wolkenvelden die trekken geleidelijk via het noorden en oosten weg. Vanuit het zuidwesten komt er dan steeds meer ruimte voor de zon waardoor de temperatuur behoorlijk op kan lopen. Op dit moment is het al bijna 13 graden, aan het einde van de ochtend zitten we in de buurt van de 18 graden en vanmiddag zien we dan deze heerlijke temperaturen op de thermometer komen, 19 tot 22 graden maar liefst. De Waddeneilanden verwacht ik een maximum van zo'n 16 à 17 graden. Ook vanavond nog droge omstandigheden en hoge temperaturen. Halverwege de avond is het ongeveer 16 graden. En komende nacht komt de temperatuur amper onder de 10 graden. Morgen opnieuw een warme dag: 20 tot 22, lokaal 23 graden. Maar aan het einde van de middag of in de avonduren komen er wel enkele buien vanuit het zuidwesten. Mogelijk zit daar ook onweer bij. Zaterdag is de warme lucht weg. Temperaturen dan rond de 15 graden en er vallen behoorlijk wat buien. Zondag nog een enkel buitje en maandag dan weer droog weer. Maar de temperatuur gaat niet meer omhoog. Wel komt er zondag en maandag meer zonneschijn dan op zaterdag. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl